dus ik doe nog heel even, ik zal het niet te lang maken, maar voor de nieuwe mensen. En dit is een compleet nieuw paard. Weer even het verhaaltje. Dus als eerste zorg ik, of wil ik zeker weten dat ze geen angst heeft voor mijn communicatiemiddelen. Dat wil zeggen het touw, de stick. Zelfs mijn handelingen en handen, armen. Hoor je die uitspraak wel eens? Mijn paard is bang voor mannen. Wel eens gehoord? Dat zijn altijd vrouwen die dat zeggen. En het is ook zo, heel veel mannen zijn heel direct. En dat moeten we niet doen. Niet met vrouwen en ook niet met paarden. En zeker hoefsmede dierenartsen, die hebben ook nog haast en veel klanten en komen veel van dat soort paarden tegen. Dus paarden ontwikkelen dan ook een aversie tegen die eigenlijk directe mensen. Niet zozeer het feit dat het mannen zijn, maar het feit dat ze te direct zijn. En wat helpt is ten eerste hier je knopje uitzetten. Volume laag. Je energie. En dan naderen en terugtrekken. Dus dit paard heeft blijkbaar al meerdere jaren, of wordt weinig getrillerd laat. En als het moet gebeuren, is het wat lastig. Maar eigenlijk begin ik altijd hiermee. Gewoon even checken dat ze dit niet te spannend vindt, te eng vindt. Want het is niet zozeer dat stokje en dat touwtje wat het hem doet. Maar ik wil dat het paard naar mijn lichaamshouding en energie kijkt en voelt. Want als ik zo sta, dan moet ze ook zuchten. En ze gaat likken en kauwen. Als ik ontspan, mag zij ook ontspannen. En ik denk dat net een kwartje viel. Hallo. Hier is alle actie. Oké, dus het hoeft vaak niet lang te duren, maar het is goed om het even te doen. Je kan ook dit soort dingen doen. Nou, dat valt allemaal aan mee. Oké. Dan kijken of we een beetje. Eigenlijk is dit is ook communicatie. Hoe krijg je een paard ontspannen? Zelf ontspannen. Oké. Kan ze, of begrijpt ze, weet ze, dat als ik drijf, dat zij dan moet wijken. Op zich, dat hoeven ze niet te leren, want paarden onderling doen dat natuurlijk ook. Voorwaarts. Alleen, een ander paard heeft geen touw en een stok vast. En staat op 4 benen in plaats van 2. Oftewel, onderling snappen ze elkaars lichaamstaal, houding, energie. Paarden weten wat van elkaar wat het betekent. Oren plat, staart zwaaien. Met hoofd schudden. Voorwaarts. Achterhand wijken. Even gewoon de simpele dingen. Tussendoor even aaien. Ook niet onbelangrijk. Voorhand wijken. Die voorbenen opzij stappen. Niet voorwaarts. Als ze voorwaarts gaat, loopt ze mij omver. Dus de voorhand moet juist daar naartoe. Heel netjes. Nou, dus dan heb je al wat. En op zich zijn dat allemaal logische dingen. Alleen, als je in één dag alle paarden van Nederland in je handen zou kunnen hebben, dan weet ik zeker, uit ervaring, dat 80% van de paarden dit allemaal niet zo makkelijk doen als deze. Dus op zich allemaal wel heel goed.
En ik zal het niet nog helemaal afmaken, dat mag een van de cursisten doen. Maar ik laat even het begin zien. Ja, mag ik even deze trailer lenen? Want al die handelingen, het achterwaarts... Oh, dan gaat mijn speaker kraken. Voorhand wijken. Voorwaarts vragen. Weer kunnen stoppen. Oftewel achterhand wijken. En je zag, ze liep langs de trailer en dat was al een beetje zo... Daar heb je dat ding. Dus daar begint het al. Dat zal ik nog een paar keer doen. Het is gewoon langs de trailer loopt en... Paarden leren door ervaring. Nadat ze iets gedaan hebben, iets ervaren hebben, trekken ze een bepaalde conclusie. Ze slaan het op een harde schijf. Om het zomaar uit te beelden. En zeker het laatste wat je doet, is wat ze het best onthouden. Oftewel, gewoon vaker herhalen, tot ze op deze afstand langs de trailer kan lopen. En hopelijk trekt ze dan de conclusie van, oh, ik leef nog. Ze vindt de trailer niet leuk, of heeft associaties, of denkt van, ik zal er wel op moeten. Dus deze methode gaat zeker om, eigenlijk dat het paard ervaart dat we ze niet zullen dwingen. En dwingen is naar de trailer toe, en geen centimeter achteruit. En als dat niet met mankracht lukt, dan gebruik je een lange longeerlijn, een takel, een shovel, een bezemsteel, een zak over het hoofd, verdovingsmiddelen. Vanmorgen zei iemand zelfs een ketting rond de tong. De tong is echt heel extreem. Dus heel veel naderen en terugtrekken. Ze mag naderen zover als ze zelf wil of durft. Nou, ze blijft het best op een afstandje vandaan. En het terugtrekken, oftewel van de trailer weg, is altijd goed. Is nooit verkeerd. Alleen, nu zetten we niet terug op stal. Nee, nu laten we ze even draven. Of je kan sprongetjes doen, je kan ze... Hou ze in beweging, zet ze aan het werk, je mag het noemen zoals je het wil. Maak het koud, ik noem het warmer, kouder. Bij de trailer is het warm. Hier maak ik het koud door ze in beweging te houden. Want het liefst staat een paard stil en eet gras. Paarden spenderen heel veel tijd van hun leven gewoon lekker ontspannen, staan, niks doen. Maar beweging is ook gezond, is goed voor ze. Dus dat kun je dan mooi gebruiken. En hier, nu heb ik eigenlijk niet, ik heb wel een plan, maar geen patroon of systeem. Ik ga gewoon, daar is het werk en hier geef ik ze de mogelijkheid, laat ik het zo zeggen, ik geef ze de mogelijkheid om naar de trailer te kijken, om stil te staan, te rusten, te ontspannen. Ik kan ze het even op de gemak bekijken. Dit doet ze zelf. Gaat het liefst dan van de trailer weg, dat is goed. Dan stuur ik ze weer naar de trailer toe of langs de trailer of
En degene die er straks mee aan de slag gaat, die mag dit ook. Want het kan zijn dat dit nog een tijdje zo doorgaat. 10 minuten, 20 minuten, een kwartier, een half uur. Tot ze misschien eens aan de laadklep snuffelt of er een voorbeen opzet. Ik zal kijken wat ze doet. Als ze zelf van de trailer weg willen, kun je ook altijd kijken van hoe ver gaan ze. Nou, dat is waar ze zelf voor kiest. Daar gaat ze stilstaan. Het is niet dat ze me nog 20 meter meer sleurt. Dat gebeurt ook wel eens. Het is op zich een hele zachte merrie. Oké, dat is waar ze naartoe wil. Goed, dat is haar idee. En dit is mijn idee. Dat is haar idee. Dit is mijn idee. Je geeft het paard in zekere zin de vrijheid van meningsuiting. Wat veel traditionele paardenmensen nooit zouden toestaan. Of als je aan iemand advies vraagt van hoe krijg je een paard de trailer op? Nou, je loopt ervoor en dan doet iemand anders de stang dicht en dat is het. Okay, hier ging ze wel een beetje tegen druk in, maar dat is allemaal niet erg. Dus we willen er niet voor lopen. Ondanks dat je dus, zo krijg je ze wel de trailer op. Maar je lost het probleem niet op. Het paard wordt niet dapperder. Want ze doen het namelijk niet zelf. Ze volgen jou. En dat is op zich, als ze je volgen, is heel mooi. Maar dan, iemand anders doet de stang dicht en dan zitten ze opgesloten. Dus vaak werkt dat een paar keer en daarna niet meer. Zo, dat was erop denk ik. Van wanneer kun je stoppen? Of stel dat we nu... Dat ik vandaag slechts een kwartier tijd had. Dan zou ik nu het liefst hebben dat ze wel even voor de trailer stilstaat. Iets verder dan dit, want dit deed ze daarnet ook al. Dus dat er iets verbetering is. Het paard heeft natuurlijk heeft de beleving van, oh jee, ik moet die trailer op en ze gaan me dwingen. Want dat is wat ze al heel de leven heeft meegemaakt. Dus het zal gerust even duren voor ze van mij doorheeft dat ik ze niet ga dwingen. Nou vind ik dit al een hele verbetering. Staat ze staat lekker dichtbij en ze denkt erover na om eraan te snuffelen. Kijk eens. Op zich, als je vandaag niet meer tijd had, dan was dit een goed moment om te stoppen.